Allemaal Angie. Nee, Naar. Naar, oké. Naam. Wat? Hou dit wat zo snel, jongens. Nee, niet doen, nee. Nee, ja. Deze nieuwe video. Mijn naam is Inky en ik heb een nieuwe Bob Ross album, Funk & Soul. Rock & Roll. Leuk dat jullie er zijn. Vandaag, jongens, is zo'n speciale dag. Maar voordat ik die dag met jullie ga delen, moeten jullie allemaal even abonneren. Ben je nou nieuw? Reageer dat je bent geabonneerd en dan geef ik jouw reactie een hartje. Vandaag, jongens, ga ik een auto monteren die compleet rijdt op nootmuskaatkoekjes. En ik heb... Wat hoor ik nou gebom? Hallo? Wat hoor ik nou? Hallo? Ben jij dit god? Wat? Nee, ben de woner. Oh, bedoel. Ik heb een dakraam. Zie je niet? Ik heb een dak. Oh, wacht, sorry. Die staat aan de deur. Ja, ik kom eraan. Rustig. Hallo? Wat? Ja, goedendag. Agent. Zo, hallo. En u bent Henkie. Ik ben Henkie van Henkie's Monteur met Henkie. Hoe kan ik u helpen? Mijn naam is Arie Agent. En dit is mijn collega Peter. Dit is Peter. En jij bent? Arie. Arie. Hallo Arie Agent. Goeiedag. Ja, hallo. En u bent Henkie. Ik ben Henkie van Henkie's Monteur met Henkie. Hoe kan ik u helpen? Nou, dat zal ik even vertellen. Je bent aangehouden. Jee. Oh, is dat de motor dat ik denk dat de motor dat het motor ja, is? Ja, jij hebt mijn motor kapot gemaakt. Hij stond daar achter en jij bent weg. En hij stond daar achter. Ik heb camerabeelden gezien en jij bent de dader, Henkie. Ik heb helemaal niks gedaan. Zet hem snel op de plek. Als mama mag echt niet doorhebben dat ik eraan geknutseld heb. Oh, kijk. Ah, hij stapt gewoon op. Hij heeft geen idee wat... Nee! Ik denk dat hij door zou hebben. Dat hij wel door heeft dat er wat met zijn motor is gebeurd. Wat heb Peter, ik gedaan dan? Ik denk dat we hem maar mee moeten nemen. Wat? Nee, meenemen. Dacht het hey, niet. Hey, hey. Ja, nee, laat me met rust. Achterom, Peter, achterom. Ik ben ze kwijt. Jongens, de politie dacht dat ze me aan kon houden, maar... dacht het van niet, Arie en Peter. Dacht het van niet... Oh, allemaal, Andy. Nee, Arie. Nee, oké. Kom op dan, nee, dan. Ik heb mijn handen omhoog, voorzichtig. Hoe zo? Voorzichtig. Oh, kom over dit hek heen. Dat kan niet, ik heb mijn handen omhoog. Handen omhoog. Ik heb handen omhoog. Oh ja, zie het. Maar Peter, je bent aangehouden. Nee, Henkie, jij bent daar. Over de rekening nou. Yo, yo, kom op, hup, hup. Peter, fouilleren. Nee, ik wil niet fouilleerd worden. Wel, even gabbelen. Henk, wat vind je? Wat vind je? Oh ja, ja, ja. Oké. Okay. Hij zegt niks. Ja, begrepen, Peter. Hij zegt niks. Wel, in de portofoon. Ja, maar dat moet ik toch ook horen? Nee. Hoezo niet? Het is een bepaalde frequentie. Ja, maar hij staat letterlijk achter me. Maakt niet uit. Hoezo? Wat? Peter, instappen en ga naar bureau. U heeft het recht op een raadsman. U heeft het recht. Olaf, als u niet kan voorlopen. En een tolk. Nee. Nou, hele fijne dag, sorry voor het ongemak. Thank you. Instappen nou. Oké, sorry. Mag ik wel voorin? Ja, dat mag. Ik bedoel... Tot zo, hè. Dus Peter, jij bent niet zo spraakzaam, hè. Ga je me naar het bureau brengen, Peter? Ik ben ontzettend... Peter! En dan geeft hij mij de schuld dat ik zijn motor... Ik heb zijn motor alleen maar aangeknutseld. Ik heb nooit die motor kapot gereden. Nou, Peter, je hebt het recht op een tolk, een advocaat en een rechtsman. Ja, nou, Peter, bedankt. Ik red het hier verder wel. Dag. Kom mee, Henkie. Hij zegt wie niks. Wel. Hoe dan? Hij zei doei. Tot de volgende keer, fijne dienst nog. Dat zei hij. Ik hoorde niks. Wel. Hoe hoor jij dat dan? Bepaalde frequentie. Hou op. Ja, dat is goed, Peter. Tot morgen. Ik heb jouw motor niks aangedaan. Ik heb hem alleen... Daar staan. Moment. Oh. Gaat het, Peter, Arie? Ja, je mag even de hand tegen je zetten. Oké. Een key met sleutel en een appeltje en zo. Waarom staat er een appeltje bij? Vind ik lekker. Oh, ik ook. Even kijken hoor. Uw volledige naam... Ja? ...is... Henkie. En dan... Punt. Ja. Monteur? De... Ja. Leeftijd. Wat? Leeftijd! Weet ik niet. Leeftijd! Oud genoeg! Bedankt. Oud genoeg. Oud genoeg. Seks, hè? Wat vroeg je me nou? Vraag me eerst op date voordat je zoiets vraagt. Wat? Vraag me tenminste eerst op date. Man of vrouw? Auw. Oh.
Nou. Man. Wat voor kleur ondergoed wil je beneden in de cel? Hoezo? Deze kleding krijg je met geen mogelijkheid uit. Oh, contactpersoon bij nood? Opa Gerard. En waarom die doos? Waar ben je heen? Oh. Opa doos is ook goed. En waarom niet Gerard? Want Gerard is niet helemaal 100. Dus komt hij vaker, Arie? Ja. Ja? Ja. En jij? Soms, niet hier. Okay. Oh nee, toch. Wat? Er is nog een gevangen naar binnen. Oh, dat is toch niet erg? Daar is het toch voor bedoeld? Ja. Nou, daar zijn we. Wel, mag ik ook een cel kiezen? Moment, hier staan. Oh, gaan we weer administratie doen? Ja, naam. Wat? Henkie, hoezo? Je hebt letterlijk net al mijn informatie gehad. Ja, dit is een andere computer. Je moet ik nou weer hetzelfde allemaal zeggen? Henkie, punt. Dat was het. Doos als contactpersoon. Oké. Heb je een beetje moeite met praten, Arie? Ja. Jij bent een kriebel in mijn keel. Oké. Je moet even hoesten, Arie. Tel je de muur aan. Oké. Even kijken. Dat is mijn knieholte, Arie. Ja. Dat zijn mijn billen. Ja, lekker zacht. Kom er mee. Oké. Zo. Niet in de instart. Nee. Gerard. Henkie. Wat doe jij hier? Ik zit te poepen. Waarom? Zet me alsjeblieft niet bij hem. Oh, ik doe alles. Even kijken welke cel jij krijgt. Moment hoor. Even kijken. Alsjeblieft niet bij hem. Gelijk. Hier staat... De mix. De tweede. Nee. Van? Ja. Alsjeblieft van links of rechts. Oh nee. Nee, ik wil alsjeblieft alles behalve hem. Kom, naar binnen. Nee, nee, ik begin. Ik heb fout gedaan, maar niet... Ik heb fout gedaan, maar niet zo fout. Ik zit aan het hier, hey. Nee, je helpt, Arie. Ik doe alles. Ik doe alles. Oké, wat doe mij op de lot. Nee, Arie. Ik doe alles. Wat heb je nodig? Wat kan ik voor je doen? Ik ben monteur. Zeg iets dat... Zeg maar dat ik iets... Gerard. Kijk. Ik heb hier wat op een papiertje gedaan. Kijk eens. Alsjeblieft, alles behalve dit. Maar Gerard, waarom zit jij hier? Drie keer fouten gemoord. Wat? Ja, ik liep over straat en ik zag twee mieren lopen. Die stapte ik dood, maar toen was er een politieagent aan het flitsen. Die had mij toen geflitst. Twee mieren doodstapte. Moordenaar. Arie, haal me hieruit. We hebben nog wat. Wat heb je? We hebben nog wat nodig. Wat heb je nodig? Een nieuw voertuig. Een nieuw voertuig? Ik doe het, ik maak het. Nee, het plakt. Ik dacht dat het inplakte. Oké, maar wacht. Ik heb hier wat gegevens nodig. Naam! Nou, Oké, contactpersoon met nood. Opa Toos, alsjeblieft snel. Okay, Gerard is weer aan het plassen. Man of vrouw? Man! Gerard, kun je dat confirmeren? Nee, niet nodig. Nee, ga lopen. Ik ga even voelen. Nee. Kom er maar uit. Oké. Okay. Gerard, blijf zitten! Nou, Gerard! Zo, klaar. Kom er maar mee, Jankie. Gerard. Oké. Daar staan. Nee, niet nog eens. Oké, ik ga je uitleggen wat we nodig hebben. Oké, wat heb je nodig? Pak pen en papier. Ja. Een tweewielig voertuig, wat heel behendig is. Ja. Kan ik dan niet net zo goed gewoon die motor maken voor je? Nee, lichter. Lichter? Ja. Als in kleurlicht of hij... Elektrisch. Elektrisch, oké. Elektrisch lichter. Ja. Wat nog meer? Heel veel. We hebben er heel veel nodig. Je hebt er heel veel nodig. Oké. Ja. Ik even wat gegevens noteren. Naam? Arie, agent. Arie, agent? Ja. En dat was het? Nee. Oké. Jawel, dat was het. Oké, dat was het. Leeftijd? Peter, hoe oud was ik? Hey, Peter. Oh ja, 36. Hij zei weer niks. Wel. ik wil graag door Toos opgehaald worden. Ik wil gebracht worden naar mijn garage. En dan ga ik voor jou een prachtig voertuig meerdere monteren, oké? Ga maar regelen, Henkie. Oké. Moment hoor, voordat je op mijn verlof moet. Ja? Of mag. Naam! Ik ga er nu van door. Nou, dan pakken we de motor wel. Ik wil eigenlijk opgehaald worden door Toos. Ik denk dat de motor ook wel prima is hier. Dat is de reden waarom ik ben aangehouden. Omdat ik die motor van hem gemonteerd had. Die werd super snel. Oh nee, oké. We gaan niet de motor pakken. Want ik zie Peter al op afkomen lopen. Dan wachten we wel even op Toos. Wat is dit? Zeg maar niet dat... Nee. Hey, Toos! Hey, Toos! Hey, Toos! Gerard is dood. Yes! Gerard is dood, maar ik heb een probleem en ik heb een klus. Wat is het probleem? Oh, nee. Hoi! Hey, Gerard! Hoe leef jij nog? Wat? Hoezo?
Was hij dood dan? Ja, hij werd helemaal overhoop geschoten door Arie. Wie is Arie? Ja, dat wil ik net zeggen de hele tijd. Oh, wie is Arie? Nee, dat was Gerry. Ik was aangehouden omdat ik bij met z'n drieën vorige keer die motoren hadden gemonteerd. Weet je nog, die hele snelle. Nee, dat was jij. Toch Gerard, ja. Dat waren wij niet. Ik werd aangehouden daarvoor en ik heb verlof gekregen als ik voor hun lichte motorenfix, regelidee. Als ze wat lichter zijn, wat behendiger en moeten er heel veel moeten te zijn. Ik weet het. Oh, ik ben dat weer vergeten. En jij, Toos? Ik weet wat jij wist. Wat is die? Maar dan? Dat is die dus vergeten, dat weet ik dus ook niet. Maar ik weet zelf wel wat. Nou, zeg het eens. Een step. Weten jullie wat? We gaan het meest simpele voertuig ooit maken. Een motor die lichter en behendiger is. Een scooter. Ja, nee, helemaal goed, Gerard. Komt hij uit? Oké, weet je wat? Ik pak wel gewoon... Ik ga wel heel veel scooters in elkaar. Ik heb toch heel veel troepje liggen. Hier heb ik niks voor nodig. We pakken wel zoveel mogelijk scooters. Eerst drie en dan de rest. Oké, even kijken. Ik heb niks in mijn handen, maar het is toch vies. Ja, de vloer die zit nog niet stevig. Even de laatste dingen eraan sleutelen. Zo, de vloer zit weer stevig in elkaar. Gerard, wat doe je nou? We zijn... Toos, wat heb je Stop eens met toeteren! Sorry. Wat heb je... Wil ik niet zitten. Kijk nou, ik dacht we moeten een politiemotor monteren, scooter. Het ging om... Dat zei ik nou zo duidelijk. Ik zei niet zomaar een scooter, een politiescooter. Ik ben verliefd. Ja, maar deze is toch ook mooi? Ja. Ja, maar hoe behendig is hij? Niet zo behendig. Dag, Toos. Kijk, Toos, kom je? Gerard is al onderweg, die met zijn helmpje op. Oh, Gerard, voorzichtig. Oh. Deze politiemotor of scooter, die moet natuurlijk heel behendig zijn. Hij gaat wel heel hard. Ja, hij gaat snel, hè? Dat is het leuke eraan. Hij gaat echt nu al 300 km/u. Toos, het is niet de bedoeling dat je zo ver gaat. Oh. Toos! Wat ben ik? Oké, jongens, we gaan naar de eerste test doen. Zijn jullie er klaar voor? Doe even rustig aan. Ja, Gerard heeft iets nieuws bedacht. We gaan kijken hoe goed dit ding onder water Nee. Niet onder water. Gerard, hou hem tegen, Toos. Toos. We houden hem tegen. Hij mag niet het water inrijden. Hey, Gerard, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor, Toos. Je bent wel heel snel. Kom maar, jongen. Ja, wat gaan we doen? We gaan de behendigheidstest. De links, oké, en dan? Voorzichtig. Oh, nee, Toos. Zie je dit randje? Nee, Toos, dit wil ik helemaal niet. We gaan hier naar boven. Nee, oh, Toos, wat is dit voor test? Moment, we moeten heel even proppen. Je kan het. Ik kan het. Je kan het. Toos. Ja, ik ben erop. Bijna. Auw. Toos. Okay, kom maar mee, Henkie. Toos, dit durf ik niet. Ja, ik ook niet, maar ik doe het ook. Hoezo doe je het dan? Ik ben bang. Ik moet plassen, mag ik even hier plassen? Nee, Gerard, stap maar af. Ga maar even plassen. Mag Gerard gaat plassen? Oké, kom maar verder. We gaan in de tussentijd verder, Gerard. Toos, ik vind het helemaal geen leuke test. Ik vind het helemaal geen leuke... Oh, dit is zo gevaarlijk! En dan gaan we hierheen. Ja. En dan deze kant op. We hebben Gerard nog achtergelaten trouwens. Maar ja, dan gaan we nu weer naartoe. Toos, ik durf niet verder. Daar ga ik. Doei! Je bent aangereden, Toos! Nee, Gerard! Ja! Toos is dood! Ja, leuk! Nee! Gerard, nee! Hé, Toos leeft! Oké, jongens, nu heb ik een test. Volg mij. Oh, dit gaat zo snel, jongens! Vrachtwagen. Oké, Gerard, ben je er helemaal klaar voor de volgende test? En dat is. Je moet even wachten op Toos, die zou je als het goed is elk moment aankomen. Hij zei, jongens, wacht maar op mij. Oké, nou, we gaan wel met z'n tweeën doen dan de test. Toos, die overleefde toch nooit meer. Maar Gerard, wat zit jij zo te kijken daarna? Ja, ik zit in de twijfel, zou ik het doen? Nee, Gerard, niet doen. Dat is veel. Wat? Ik hoor Toos. Gerard, niet doen. Gerard, stoppen. Dat is veel te gevaarlijk. Oh, Gerard, nee. Gerard, alsjeblieft. Alsjeblieft, Gerard. Dat kan je niet maken. Hoe ga ik dat keren? Nee, je kan daar niet keren. Je kan daar helemaal niet keren. Wat moet ik doen? Terug, achteruit. Hey, ga niet keren. Toos, kijk. We moeten Gerard redden. Achteruit. Oh, Toos. Je moet gewoon achteruit. Ik trek je wel voorzichtig mee. Sorry. Oké, Gerard, voorzichtig. Eens achteruit.
Gerard. Stel, we zijn nou een patrouille, weet je. We zijn op zoek naar boeven. En we patrouilleren gewoon zo. Gerard draagt ons aan. We zijn een patrouille zo in de mist, weet je. Oh, wat gebeurt er? Het is mistig. Wat gebeurt er? Het is spannend. En er is daar een wegmisbruik. Maar dat is onze collega, dus daar gaan we niet achteraan. Maar pak hem. Nee. Hou voorzichtig. Oké, jongens. Er is nog één ding die we moeten doen. Ja. Er werd gevraagd. Er werd gevraagd om heel veel voertuigen. Niet zomaar eentje, niet zomaar twee, niet zomaar drie, niet zomaar vier, niet zomaar vijf, niet zomaar 20, niet zomaar 21, niet zomaar 23, niet zomaar 894, niet zomaar 895, niet zomaar 896. Nee, gewoon twee. Er werd gevraagd om heel veel. Ja. Wat is heel veel weer? Dat weet je niet. Heel veel is niet zomaar één. Niet zomaar twee. Ik ga vast. Oké, we gaan vast. Kom. Oké. We zetten ze gelijk allemaal bij het politiebureau af, oké? Oké, Toos, Gerard, die was er al, hè? Ja, die was al bezig. Dit zijn de laatste twee. Dit zijn de laatste twee. En dan hebben we ze allemaal gemonteerd. En ja. Allemaal hier, dan dub ik deze zoals de rest. Ik deze ook. Gerard? Ik ben deze nog even aan het repareren. Oh, ik zie je daar staan. Ik denk dat dit er wel genoeg zijn, hè, voor hem, Toos. Dat denk ik ook. Hij zei dat hij er heel veel wilde. Dus, dat is genoeg, toch? Ik denk dat dit er wel genoeg zijn als ik ze zo zie. Wel een beetje. Dat denk ik ook. Maar goed geparkeerd, hè? Ja, ze staan vooral goed geparkeerd allemaal. Ze krijgen geen boete en heb je geen problemen met de gemeente. Exact. Ja, met Toos. Oh. Echt waar? Wat? Nee, wat? Dat meen je niet. Ik kom er nu aan. Oh, Toos, wat moet je doen? Ja, met Gerard. Oh, ja, oké, tot ziens. No. Mijn bruine bonen staan nog op het vuur. Oh nee, Toos, pak die motor maar. Oh ja. Wat is er, Gerard? Ja, nee, kan eigenlijk niet. Wat? Wat zei je? Gerard, waarom heb jij ook ineens een afspraak? Oké, nou, ik ga ze even tellen en dan kijk ik even of het correct is. 58, 59 en 60. 260 scooters, jongens. We hebben het gedaan. Als dit al niet goed... Hi, Harry. Hi, Peter. Hallo. Hey, hoe is het? Ja, maar ik heb er echt niets van bestaan. Oké, maar ik heb alle motoren of alle scooters. Kijk, dit zijn ze. Je zei dat je er heel veel wilde. Ze zijn snel. Ze zijn behendig. Hoeveel zijn het in? 260. Gemaakt door wie? Door mij. Naam? Nee. Tijd. Wat? Bouwjaar. Bouwjaar? Ja. Lang geleden genoeg. Oké. Wat moet ik er met zoveel? Jij zegt dat je er zoveel wilde. Anders moet je maar even gaan checken. Er is op die een van die motoren daar in het midden heb ik een rood knopje geklikt. En die is zo prachtig, Arie. Die is zo mooi. Ja, en als je erop klikt... Wat voor knop? Rode knop. Rood, oké. En daardoor worden ze sneller. Dus het leuke is als je daarop klikt... Kijk, ik zou het niet doen met misschien zoveel motoren op hetzelfde moment. Want het signaal wordt versterkt. Peter. Ja, nee, dat is goed, Peter. Hij zegt niks. Wacht. Wellicht. Welke was dat? Niet op de rode knop klikken met zoveel motoren. Deze toch? Nee, niet doen. Nee. Deze. Nee, ja! Ah!